Het bouwteam. Hoi Gary. Zo te zien ben je druk met vuilnis verzamelen. Wauw, je bak is heel erg vol. Waar ga je alle vuilnis laten? Weet je dat niet? Nou, waarom gaan we niet naar het bouwteam en vragen we het hen? Zij weten vast en zeker een oplossing. Hoi bouwteam. Ik denk dat Gary de vuilnisauto jullie hulp nodig heeft. Waarom vertel je niet aan Edgar wat je nodig hebt? Gary heeft een plek nodig waar hij alle vuilnis kan laten. Wat denken jullie? Kunnen jullie hem hiermee helpen? Echt waar? Perfect. Wat gaan jullie bouwen? Een vuilverwerker? Dat klinkt ongelooflijk. Waar gaan jullie hem bouwen? Op die open plek? Perfect. Laten we beginnen. Wat moeten we eerst doen, jongens? We moeten een gat graven. Nou, jij bent de perfecte persoon hiervoor, Edgar. Goed teamwork, jongens. Hoi Gary. Het is jouw beurt. Perfect. Wat nu? We moeten een machine bouwen om het vuil te verwerken. Wauw, ik kan haast niet wachten. Goed werk, Charlie. Wat nu? Er is iets heel zwaars voor nodig om alle vuilnis te pletten. Dat lijkt perfect, jongens. Het ziet er heel zwaar uit. Maar hoe kan je dat optillen? Hebben jullie een idee? Echt waar? Wat is het plan? Gaat Hector jullie helpen? Perfect. Hoi Hector.
Goed gedaan, Hector. Goed werk. Is er nog iets wat we nodig hebben? Ah, ik begrijp het. Een knop om de machine te starten. Wil jij het eerst proberen, Gary? Kijk, daar zijn kleine Tom en kleine Matt. Willen jullie ook proberen, kleintjes? Goed werk, bouwteam. Jullie hebben een afvalverwerker gemaakt en nieuw speelgoed voor de kleintjes. Tot de volgende keer. Het bouwteam. Hoi kleintjes. Zo te zien hebben jullie het leuk. Wauw, kijk ze eens gaan. Goed idee, kleine Tom. Ik weet zeker dat het bouwteam kan zorgen dat jij ook kunt vliegen. Wat denken jullie, kleintjes? Zullen we het bouwteam vragen? Oké, laten we gaan. Hoi daar, team. De kleintjes willen weten of jullie een attractie kunnen maken zodat ze net als Hector kunnen vliegen. Hebben jullie een idee? Perfect. Laten we naar de bouwplaats gaan. Zo te zien is er genoeg werk aan de winkel, jongens. Laten we beginnen. Oké, laten we beginnen met de fundering. Charlie, pak jij de puzzelstukken? Ziezo. Wauw, dat was snel. Goed werk. Dit is zacht, dus het zal geen pijn doen als de kleintjes vallen. Dan hebben we nu het platform en de veren nodig. Charlie, Ethan, kunnen jullie alles verzamelen? Oké, Charlie, plaats het platform in het midden van de fundering. Perfect. Maak hem nu maar vast aan de fundering. Snel, pak die schroeven voordat ze wegrollen. Phew. Bedankt, Edgar. Goed gedaan. Het vormt nu al een mooi geheel. Jullie zijn bijna klaar met bouwen. Nu moeten de vliegtuigen in elkaar worden gezet. Volgens mij gaat dat niet goed. Ha, je
hebt gelijk. Hij is ondersteboven. Kijk eens aan. Dat ziet er goed uit. Maak nu de vleugels, propeller en de staart maar vast. Ziezo! Prachtig! Nu kan het vliegtuig op de veren, jongens. Edgar, kan jij hem vastschroeven? Goed werk, jongens. De kleintjes gaan dit superleuk vinden. Hoi, kleintjes. Zijn jullie klaar voor fun? Wil jij het vliegtuig proberen, Tom? Dat ziet er leuk uit. Missie volbracht, team. Je krijgt alles voor elkaar als je als een team samenwerkt. Doeg, jongens. Tot de volgende keer. Het bouwteam. Hoi, kleintjes. Zouden jullie al die heerlijke taarten en snoepjes willen eten? Jullie zullen moeten wachten, want Karin is op vakantie. Hoi, Edgar. De kleintjes vinden het jammer dat de bakkerij is gesloten. Wat is je idee, Edgar? Ethan, Charlie, Edgar heeft een idee om te bouwen. Willen jullie weten wat het is? Het is een wafelfabriek die voor de kleintjes lekkers kan maken terwijl de bakkerij gesloten is. Oké, bouwteam. Laten we maar beginnen. Laten we naar de bouwplaats gaan. De kleintjes zullen zo blij zijn dat ze zelf wafels kunnen maken. Tijd om te beginnen. Stap 1. Maak de tank vast. Dat is de tank met de wafeldeeg. Hij kan wafels spuiten die de kleintjes kunnen eten. Stap 2. Maak de bakvorm vast aan het platform. Goed bezig, Charlie. Stap 3. Stel de oven in en zet de lopende band aan. Kijk, zo zou het moeten lukken. Nu nog een laatste stap. Langsgaan bij het treinstation voor de laatste ingrediënten. Hoi, Troy. Wat heb je daar? Oh, yummy! Siroop voor de wafels, slagroom en vers fruit. Edgar is onderweg om de kleintjes te halen. Laten we afspreken achter de wafelfabriek.
De wafelfabriek is klaar voor de opening. Ziet er goed uit, team. Daar komen de kleintjes. Verrassing! Het is een wafelfabriek. Klaar om wafels te maken, kleintjes? Probeer maar uit. Goed werk, kleintjes. Goed gedaan, bouwteam. Nu kunnen jullie lekkere wafels eten. Tot de volgende keer allemaal. Het bouwteam. Hé, kleintjes. Wat doen jullie nog zo laat op? Kijken jullie naar UFO's? Wow, heb je al één gezien? Nee? Nou, het is al lang bedtijd. Jullie kunnen beter naar huis gaan en morgen verder kijken. Willen jullie niet naar bed? Oh jee, oh jee. Misschien kan het bouwteam helpen. Hey bouwteam, kunnen jullie de kleintjes helpen? Echt waar? Cool! De kleine auto's willen nog niet naar bed. Ze willen opblijven en naar UFO's kijken. Hebben jullie een idee? Perfect. Wat is het? Gaan jullie een UFO-schommel maken? Wauw! Kleintjes, Ethan zegt dat hij een UFO-schommel maakt als jullie naar bed gaan. En wel nu! Slaap lekker, jongens. We zien jullie morgen weer. Goedemorgen, bouwteam. Zijn jullie klaar om de UFO-schommel te maken voor de kleintjes? Echt? Perfect. Begin maar snel voordat de kleintjes wakker worden. Waar ga je beginnen, Ethan? De twee helften van de schommel? Perfect. Edgar denkt dat de kleintjes dit heel leuk gaan vinden. Wat moet je nu bouwen? Een deur, zodat de kleintjes in de schommel kunnen. Goed idee. Misschien moet je kijken of het werkt. Volgens mij werkt het nog niet helemaal goed. Perfect. Het werkt nu. Een trap? Goed idee. Goed werk, jongens. Moet er nog iets worden toegevoegd? Echt waar? Oké.
Is dat alles? Nee. Wauw, dat ziet er ongelooflijk uit. Ik denk dat de kleintjes hier heel blij mee zijn. Kom maar, kleintjes. Tijd om de nieuwe schommel uit te proberen. Jullie zien er heel blij uit. 3, 2, 1. Daar gaat-ie! Goed werk, bouwteam. Tot de volgende keer.